3, 2, 1. En hallo mensen van J-Movies. En ik ben hier met een nieuwe top 10 voor jullie. Nou, dit vroeg een meisje bij mij uit de klas, Nienke. Als je kijkt, hoi, eindelijk komt de video voor jou. 10 dingen die jongens leuk vinden aan meisjes. En dan heb ik dan gevraagd, rondgevraagd aan jongens wat ze leuk vinden aan meiden. Natuurlijk staat er op 2 en 1. Hele interessante dingen die ieder jongen wel leuk vindt, volgens mij. Maar we beginnen natuurlijk bij 10. Dat ze aandacht geven aan de jongens. Dus het meisje moet aandacht geven aan ons. Ja, het is toch lullig als het meisje vervolgens niks doet voor de jongen, maar de jongen wel heel veel voor haar. Dat is toch lullig. Dus ze moet ook aandacht hebben voor de jongen. Ja. Dan 9. Niet te vreemd. Je moet, het meisje mag leuk, awkward zijn, weet je wel, een beetje apart. Het hoeft niet per se een neutraal meisje te zijn. Maar ze moet niet te vreemd worden. Dus ze moet niet proberen grappig te zijn of raar te doen. 8. Uiterlijk. Het uiterlijk, ja, dat telt natuurlijk. Het is, ik bedoel, je gaat niet met iemand die 5 tanden mist en zo. En andere shit. 7. Leuke dingen samen doen. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Leuke dingen doen samen. Kan ook. Zoals naar de bios, weet ik veel. Maar niet stappen. Hoor je dat? Niet stappen. Niet naar winkels gaan. Niet shoppen. Nee. 6. Grappig. Gevoel voor humor hebben. Ze moet zelf grappig zijn, maar ze moet ook de jongen grappig vinden. Het is een beetje kut eigenlijk. Het is best awkward als je een grap maakt, maar je vriendin vindt hem totaal niet leuk. Toch? Zeg ik het een beetje goed? Oké, hij zegt van wel. Oké. 5. Karakter. We zijn bijna bij de leuke dingen aangekomen, mensen. Karakter. Haar karakter moet leuk zijn. Ze kan sportief zijn. Ze mag atletisch zijn, weet ik veel. Ze mag een gevoel voor muziek hebben. De humor. Al die dingen. Dat mag. Ja? Oké. Dan 4. Haar ogen. Dan ogen. Als ze mooie blauwe ogen heeft. Of mooie bruine ogen. Persoonlijk vind ik bruine ogen best mooi. Omdat ik ze zelf ook heb. En jij ook toevallig. Oh jee. Ja, blauwe ogen zijn wel mooi hoor. Daar niet van. Maar ligt eraan hoe het meisje eruit ziet. Ja. Een zwart meisje met blauwe ogen. Zie je die combinatie al voor je? Nee, die kan niet. 3. We zijn echt hierna komen echt te verschillen. Haar. Dus het haar. Dus als het maar niet te warrig is. Als het een beetje leuk gesteld, gekruld. Leuk. Dus niet dat het eruit ziet alsof je net uit bed komt. 2. De kont. Ja, dat klinkt een beetje apart, maar de kont. Ze moet een mooi lichaam hebben, laten we het daarop houden. De kont, de meeste jongens zijn wel. Stemmen ze nog over. De meeste jongens houden wel van konten, weet je wel, weet ik veel. Weet je, maar mij gaat er niet zeer om de kont of het andere gedeelte die ik straks ga benoemen. Het gaat mij om het innerlijk, maar ook een beetje om het uiterlijk, weet je. Want ze moeten wel goed uitzien, maar niet overdreven. 1. De borsten. Hetzelfde verhaal als de kont. Dat is tenminste wat jongens het leukst vinden in het algemeen. Goed. Vond ik verder een goed duimpje. Ben je meer? Abonneer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Deel dit met je vrienden, met iedereen die jij kent, bent, weet ik veel. Deel met alle meisjes die jij kent en die willen weten wat jongens leuk vinden aan meisjes. Oké, en de volgende keer is het 10 dingen die meisjes leuk vinden aan jongens. En dat doe ik dan samen met een meisje. Doei! Ah! Oké. Klinkt echt raar als ik dit... En 2. Tips. 2. De kont. Dat kan je niet normaal zeggen, weet je dat? Dit is echt niet normaal. 2. De kont. Oké. 2. Oké, kom op. Fuckers. De kont. Ze moet een heel goed. Kom op. Ze moet een mooi lichaam hebben.
laten we dat maar. Mooi kontje met je aan op pad. Dat moet jij uit. De borsten, of dat was het die. Op wat voor meisjes val je? Vijftig kut rond de wiel. Maar wat voor meisjes val jij nou? Wat voor meisjes val je van? Deze. Valt op meisjes die zwart zijn dus? Nee! Die ga ik zo gebruiken.